Ja, zo is tof. One big happy family. Ja, familiefoto, hè. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Wij zijn familie Kap. Mijn naam is Seran. Ik ben Esra. Ik ben Derilijn. En dit is... Mimi! Dit is Mias en ja, Mias behoort ook bij familie Lacan, maar daar was geen plaats meer. Of Celine heeft gewoon Mimi afgepakt van ons. Ja, stiekem. Hoe je het bekijkt, inderdaad. Vandaag is het dus tijd voor Vlaams versus Nederlands met... 1, 2, 3... 5 Nederlanders. Ja. We zijn in het nadeel, ja. Maar jullie thuis kunnen meedoen. Wij gaan afbeeldingen tonen aan jullie. Jullie mogen altijd zeggen wat jullie zien. En dan gaan wij zeggen hoe wij de afbeelding noemen in het Vlaams. Ja, klopt. Duidelijk? Duidelijk. Ja. Hebben jullie zin in? Ja. Yes. Oké, okay. Maar voor we beginnen, voor hoeveel likes gaan we? 30.000 likes. Oh, ik weet de standaard van jullie kanaal niet, maar 30.000 likes. Wat? Het gaat lukken. Het gaat gewoon lukken. Samen. Ja, dat is goed. Stop, belangrijke mededeling. Want sinds deze week is ons eigen semi-doeboek beschikbaar in de winkel. Maar voor we daar een beetje gaan over vertellen, willen we jullie bedanken. Ja. Want zonder jullie steun zou dit allemaal niet mogelijk geweest zijn. Wij zijn super fier op het boek. Het ziet er super leuk uit. En we gaan even tonen wat jullie er allemaal mee kunnen doen. Dit is de voorkant van ons boek. En in ons boek kan je echt heel veel leuke challenges doen. Je komt van alles te weten over ons. Hier heb je bijvoorbeeld een groot interview, maar gerelateerd met de video van vandaag. Er zijn ook veel pagina's die gaan over challenges die wij gedaan hebben op ons YouTube-kanaal. En vandaag is het Vlaams versus Nederlands met de familie Lacap. Maar jullie kunnen bijvoorbeeld in ons boek zelf een Vlaams versus Nederlands challenge doen. Ja. Hier bijvoorbeeld staat friet. Laat dan weten in de reacties wat jullie zeggen. Friet of patat. Wil je het boek zelf ontdekken? Dat kan. Online is het beschikbaar bij bijvoorbeeld bol.com en offline in de winkels. Dan is het bijvoorbeeld beschikbaar bij standaard boekhandel. Bijvoorbeeld, maar ook nog veel andere winkels. Dus veel lees en doe plezier. En nu gaan wij zelf Vlaams versus Nederlands doen. Let's go. De eerste afbeelding, hoe noemen jullie dit? Wat is dat, zeg maar? Een jurk. Een jurk? Goed zo. En wat zeggen wij in België? Een kleedje. Een kleedje? Dus je legt het op de grond en je loopt eroverheen? Bij ons is een kleed iets... Laat ze dat maar niet liggen, want straks pakken ze wel mijn jurken. Denk ze, het is een kleedje, heb ik geleerd van Celine en Michiel, liggen al mijn jurken. Oh. Ja. Oh, in Nederland is een kleed iets wat zo groot is. Een kleedje is dus ook een tapijt in Nederland. Ja, een kleedje op een kinderslaapkamer ligt gewoon een kleedje. Ja. Een mooi kleedje. Huh? Dat zeggen wij echt. Wat zegt Google eigenlijk? Geef je telefoon eens? Oké, dit wordt een hele lange video. Onze excuses daarvoor. Google. Ja. Een kleedje kopen? Ja, oké. Wat is het? Ja, maar we zitten in Nederland, hè. Als ik het op mijn Vlaamse Google... Vlaamse Google. Bij mij komt dit erop, hè? Ik heb dus echt dit. Oké. Okay. Kan je dat screenshotten? Dan ga ik dat... Ja, ik maak eens... foto tonen. Oké, dus we hebben gewoon allebei gelijk. Ja, allebei een punt. Ja, daarom is het ook Vlaams versus Nederlands. Ja. Maar zelfs Google is Vlaams versus Nederlands. Ja, dat ook, ja. De volgende foto, wat zien jullie hier? Eten. De slager. Boodschappen, de slager? De slager, dat kan vlees toch? Vlees. Wat zeggen wij? Beenhouwers. Beenhouwers. Je kan beenham kopen, bedoel je? Beenhouwer. Bij ons is het de slager waar je vlees kan halen. Ik ga naar de beenhouwer. Ja. Vlees halen bij de benen. Ik kijk best wel een beenhouwer. Maar we zeggen ook wel slager hoor, vooral duidelijkheid. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, maar ook beenhouwer. We hebben al een aantal verschillen gehad. Wat is dit? Ah, een verliefd koppeltje. Turkse fotoshoot. Ja, de Turkse fotoshoot. Je bent alleen maar dolfijnen die... Nee, dat is Michiel tijdens een huwelijksdag. Ja. Heb je aanzoek gedaan? Nee. Een zons. Oké, wat wil je horen? Een zonsondergang, een verliefd stelletje, hand in hand. Het is er geweest, een verliefd stelletje. Verliefd stelletje, ja. Oh, wel, oké. En wat zeggen wij als twee mensen in de... Ja, nee, in de relatie hebben, daar zei ik het al. Ik weet het. Een hand houden. Dat was de benen. Nee, een koppel. Een koppel, ja. Twee mensen die een relatie hebben. Oh, jullie zeggen dat ook. Dat koppel. Maar wij zouden niet zo snel zeggen, oh kijk daar een koppel. Zouden eerst zeggen een stelletje. Ja, dat zijn wel spontaan. Ja, dat is wel mooi. Ja, maar je kan ook beter zeggen, hoor die twee bij elkaar. Ja, dat is een koppeltje. Koppel klinkt misschien een beetje niet echt. Koppel. Ja, koppel. We gebruiken eerder een stelletje of zo. Volgende foto. Wat zeggen jullie tegen dit? De schroeven draaien.
Wat is het? Kom op. Kom op, we laten het over jullie. Een schroef. Wat? Schroef. Spijker. Een spijker? Wat zeggen we? Een nagel. Nagel? Ja. Dit is wel echt een nagel. Ja. Oké. Okay. En hoe noem je dan? Ja, dit ook een nagel. Dit ook een nagel. Ja. Ja. Erin slaan, maar is het ook, wat gaat slaan je ja. Die slaan je nagel. Spijker op zijn kop. Wat? Zag jij die spijker op de kop? Ja. Wij zeggen de nagel op de kop. Nee. Echt wel? Ja, het spreekwoord. Ja, het spreekwoord. Ja. Wij zeggen spijker op zijn nagel op de kop. Wel hetzelfde spreekwoord, maar wel anders. Op een nek. Op een nek. Op een nek. Hij neemt afscheid van ons allemaal. Ja. Doei! Belgische. Dat is maar raar. Wie zegt nagel? Wie zegt spijker? Laat het weten in de reacties. Yes. Wij gaan over naar de volgende foto. Dat is dit. Wat is dat, jongens? Een kap? Nee. Ik weet dit. Zeg het maar. Aanhanger. Aanhanger. Aanhanger of aanhangwagen? Aanhangwagen. Aanhangauto. Aanhangwagen. Aanhangauto. Wat? Dus aanhanger, wat zeggen we in België? Een remork. Wat? Een remork. Remork. Klinkt wel. Klinkt wel echt leuk. Dat klinkt wel echt leuk. Komt wel van het Frans, hè? Ja. Dus... Maar wat is het Frans? Oké. Doei, jullie. Nee, maar ik vind het wel een mooi woord. Remork. Ja. Aanhangwagen zeggen we nooit, hè? Toch? De remork. Al klinkt aanhangwagen natuurlijk wel logisch, maar ik remork. Het klinkt wel echt super. Ik vind dit keer wel mooi. Dat is, ik ga hem wel weggooien, ik ga een remork huren en dan Lekker luxe. Ja, maar wij hebben wel redelijk wat woorden die uit het Frans komen. Ja, maar dat is op zich wel logisch. Ja, mooi. Ja. Zoals allee zeggen wij ook vaak. Allee zeg. Allee zeg. Dat is ook leuk. Of als we vertrekken zeggen we salut, hè? Ja, salut. Ja. Okay. Of ça va. Ja. Wij zeggen nooit alles goed, maar we zeggen hey, ça va. Ça va. Ja, dat heb ik wel eens voorbij gekomen. Ja. Ken je Franse woordjes? Oh, ik weet het. Volgende foto, dat is deze. Sinaasappel. Sap. Sudrans of sinaasappelsap. Oké. Wat zeggen wij? Ja, eigenlijk is het niet logisch. Fruitsap. Fruitsap? Ja. Ja, wij hebben ook fruitsap, want dan heb je allemaal gemixt fruit. Ah, dat is logisch. Ja. Ja, dan zeggen wij multivitaminesap of zo. Ja, multivitamine hebben we ook. Een fruitsap? Nee. Dan kun je eigenlijk elk fruitsap. En dan bijvoorbeeld appelsap, hoe noem je dat? Dat hebben we wel. Ja. Dat is geen fruitsap, maar... Dat is fruit. Ja. Dat is geen fruit. En ananasap? Ja. Alles is vernoemd naar het fruit, behalve dit. Dit is gewoon fruitsap. Logica. Oké. Okay. Ja. Maar ik denk wel... In de winkel in Vlaanderen staat er wel sinaasappelsap, denk ik. Maar jullie zeggen niet het Franse woord, chudrans. Nee, jullie wel dan. Ja, chudrans. Ja, als ik het bestel, zeg ik altijd, heb je vers jus voor me? Vers chudrans. En jus begrijpen ze ook. Vers jus, ja, meestal soms wel vers jus. Als drinken wel, ja. Oh. Althans, wij zeggen dat wel eens. Ja. Ik weet niet of ook Nederlandse kijkers zijn die dat zeggen, maar... Dit is de volgende foto, wat zie je? Softijs. Nee, schepijs. Een schepijs lijkt op softijs. Nee, kijk eens wat ze daar heeft. Oh, schepijs. Ja, schepijs. Bolletje ijs. Het gaat er dus om, als je heel jong bent, in België kan het vanaf 15 of 16 jaar, denk ik, kan je gaan werken. Oké. Maar je zit ook nog op school. Okay. Dus je werkt dan in de vakantieperiodes. Ja. Wij zijn een jobstudent. Nou, laat jullie maar even weten, wat denken jullie? Ik ben heel erg benieuwd. Maar dan zou ik zeggen vakantiewerk. Vakantiewerk, oké. Ja, dat is het dan. Ja, bij ons is het bijbaantje. Bijbaan is eigenlijk naast je school. En als je echt tijdens de vakantie... Maar waarom gaat dan weer job? Waarom dan weer Engels er doorheen? Ja, Engels, Frans, Duits, voor alle talen. Ja. Heb je ook Frans-Duits in volgende? Volgende foto. Dit. Een onkel. Een onkel? In het Vlaams. Toch? Wat? Is het in het Vlaams een onkel? Nee, dat zit ook in het Nederlands. Nonkel? Oh. Waarom denk jij deze foto aan een onkel? Want net zag ik daar een onkel staan. Waar? Nee! Ik heb oprecht helemaal niks gelezen, hij zag het gewoon. Oh, zij dacht dat tegen mij. Dat was weet ik het. Nee, maar wij noemen dit bruisend water. Dat, of is het gewoon water? Is het met prik of is het zonder? Ja, zuur. Prik,
Bruiswater. Ja, ze vragen soms wel eens, ben je dan plat of bruisend water? Maar wij zelf zouden eerst stil. Prik zeggen. Maar je kan stil, kun je ook zeggen. Maar dat is anders. Maar bruisend gebruik je op zich ook wel eens ja. Hier. Bruisend water. Ja. Ja. Wij zeggen nooit prik. Maar wat zei jij eigenlijk dan? Huh? Nee, dat is... Nee, hij had het over. Hij was aan het spieken, ja. Dat was voor de hele land verder, oké. Die komt straks. Maar Debral, speciaal voor jou. Hoe noem je de broer van jouw papa of de broer van jouw mama? Oom. Ja. Weet je wat wij zeggen? Nee. Tante. Zal dat zijn. Stiekem weet je het wel. Je weet het wel, je hebt het net gezegd. Je hebt het al gezien. Dat zijn het. Ja, wat? Wat je net zei. Een nonkel. Een nonkel. Ja. Weet je dat ik non, met N-O. Ja. N-O-N-K-E-L. Oké. En tante? Ja, ja, dat is hetzelfde. Ja. Zo. Geen vraag stellen. Ga naar Monkel Michiel. Ja. Het klinkt ook niet lekker. Kijk, wat klinkt lekkerder in de mond? Ome Michiel of Onkel Michiel? Onkel. Nonkel. Ja, onkel. Onkel, nonkel, Engels. Ja, oom is wel. Wat doen mensen denken aan oksel? Monkel. Ja, maar het klinkt ook niet. Monkel. Monkel, ja. Stel dat dit bij jullie binnen is. Onkel is hier geweest. Je bent al gedronken. Stel dat dit bij jullie hier binnen is. Ja. Dan is Essa heel lang niet thuis geweest. Maar dan zouden jullie toch zeggen, typisch Nederlands, wat een... Rommel. Troep. Troep. Ja, dat troep. Zeggen wij nooit. Wat zeggen troep. Wij? Ja, wij zeggen rommel. Rommel. Oké, okay, ja. Dat zeggen we ook. Ja, rommel. Maar okay. Dit, als het echt heftig is, zeg je wel echt troep. Ja, maar meestal, ja. Maar rommel is meestal, als, zeg maar, als je zegt kamer komt, het ligt allemaal zooi, zeg maar wat je niet weggooit, rommel. Ja. Maar als je iets hebt liggen wat je eigenlijk weggooit, yes. Is troep. Ja. Oh, maar dit gooi je toch weg? Ja, ja, dat is troep. Oh, okay. Rommel is gewoon opruimen, je kamer. Oh ja, ja. Okay. Kijk, bijvoorbeeld alle jongeren die hier kijken, of alle mannen die hier kijken, die laten altijd kleren liggen. Dat is gewoon allemaal rommel wat je achterlaat. Omdat je het niet weggooit. Ja. Ik ruim altijd op. Maar deze foto is troep. Wat is dit? Playhall. Gamehalls, kermis. Dit vind ik super raar, hè? In ja. België is dat zo'n ding, want daar zeggen we... Arcade? Lunapark. In Turk zeg je Lunapark ook. In nee. Ja. Echt? In Turkije noemen we het ook Lunapark. Wie weet hebben we dat uit de Turks. Daar hebben we al Frans, Turks, Duits, Engels. Oh, wat wow. Ik dacht als jullie video dat je de naam van Luna had. Ja. Nee. Ja. Nee, we waren met Luna naar het Lunapark. Ja. Heel toevallig. Ja. Maar jullie zijn dus gamehall of arcade. Ja, maar dit is voor mij een kermis. Playhall, gamehall. Ja, dit Game is een play area. Ja. Maar het zijn allemaal Engelse benamingen. Ja, maar Luna Park nooit. Nee, in Nederland. Volgende. Korting. Nederland. Iedereen wil korting. Geen korting. Sale. Ik hoor korting. Wat is sale? Sale. Nee. Sale. Wij zeggen wel sale, omdat S-E. Nee, maar uitverkoop. Misschien. Oké. Okay, 70% korting. Misschien kennen jullie het wel. Ja, solden. Solden? Nog nooit van gehoord. Nee, solden. Nee. Wat? Maar noem je dat dan solden als van... Nu is de uitverkoop, de solden is begonnen? De uitverkoop, ja. Ja. Oh. Ja. Nee, solden, nooit. Nee. Zelfs in Engels zeg je dat toch ook niet? Dan nee, eerder sold out. Ja, sold out, misschien komt het van, daar al van. Ja, sold out is zeg maar uitverkocht, sold is gewoon verkocht, toch? Ja, maar ik snap de logica soms niet achter bepaalde woorden, zeg maar. Ja, ja maar wij zijn ook wat grover qua woorden, weet je wel. Wij zijn wat... Ja, wij hebben het wel omgekeerd, toch? Ja. Oh, en we hebben weer team Nederland. Oh, misschien kan Mias jullie helpen voor de volgende. Ja, dat noemen wij een voertuig. Ja, een voertuig. Oh. Nee. Dit is mama haar voertuig. Waar vliegen heksen op? Oh ja. Ah, even allemaal lachen. Bezem. Ja, het is een bezem. Wat zeggen wij in België? Een borstel. Een borstel. Of ja, veegborstel. Ja, veegborstel, dat, ja. Die snap ik wel. Die snap ik ook wel. Die is wel mooi inderdaad. Nog even, voor jullie vind ik ook mooi. Een veegborstel. Ja. Borstel niet, maar ja, maar kijk, de onderkant is gewoon een borstel. Maar jullie zeggen wel bezem. Maar bezem is nu het rare woord. Bezem. Ja, bezem. Ja. Veegborstel. Ik weet dat jullie dit keer wel, ja. Een punt. Ja, maar mooi borstel. Ja, we zijn op de punten aan het twijfelen. Ja. Oké. Okay. Het is 3-10 of zo. Ja. Jij 10? Ja, tuurlijk. Ja. Hallo. Zijn jullie zijn aan het trillen. Maar wat komt er na 6? 7? 7? Wat? Ben je met 6 aan het lachen? Zas dat gaat. Oh, dat was goed. Maar wat komt er dus na 6?
Zeven. Oh, sommige Nederlanders zeggen zeven. Ja, nee, dat doe ik. Oké, wacht even. Zeven, zeven. Jij zegt ook zeven. Ja, zeven. Zeven. Geen zeven. Geen zeven. Zeven. Puzzel. Ja. Ah. Wat is dit? Wat is dat? Prullenbak. Prullenbak, goed zo. Prullenbak. Ja. Oh. Wat zeggen wij? Een vuilbak. Ja, oh, ja, kan ook. Maar wij zeggen prullenbak als zo op je bureau bijvoorbeeld. Ja, voor zo'n propjes papier of zo. In de badkamer. Ja, jullie gaan de goede kant op. Vuilbak. Ik vind het beter. Gewoon een vuilbak. Ik vind vuilbak beter dan een prullenbak. En een prullenbakje voor prulletjes. Ja, dat, ja, dat is wel logisch. Ja. Ja. Voor troep bijvoorbeeld. Ja, nee. Bijvoorbeeld, ja. Een troepenbak. Troepenbak. Ja, vind ik ook. Wat zien jullie hierop? Een trolletje. Emoticon. Emotie. Stel, Mias moet naar het toilet. En het is... En ik heb nog zin in pepper op. En het is heel veel wat hij moet doen. Ik kan niet te veel zeggen, anders zeg ik onze benaming. Dan moet hij gaan. Yes. Wat moet je doen? Het is niet gaan plassen, maar... Wat zeg je altijd? Nee, poepen. Poepen. Hij moet heel nodig gaan. Poepen. Ja. Maar zeggen jullie dat ook in beleefdheidsvorm of enkel onder vrienden? Nou, kijk, poepen is zo grof. Je kan ook zeggen, ik moet een grote boodschap doen. Oké. Okay. Je kan ook zeggen van, ik moet... Ik heb een boodschap nummer 2. Nee, ik zeg altijd, ik moet naar het kantoor toe, want dat duurt lang. Maar ja, het is op zich niet heel raar om te zeggen ergens van hij heeft gepoept. Maar hoe noem je die dan, die boodschap nummer 2? Kakka doen. Volgende omschrijving, ik weet niet of het dialect is. Als je iets heel graag wil doen, dan zeg je, ik heb daar echt heel veel zin in. Wat zeggen wij soms? Hoesting hebben we niet. Hoesting? Hoesting. Klinkt wel leuk, maar ik voel hem niet. Hoesting. En wat jullie ook vaak zeggen is, als jullie honger hebben, is ik heb... Trek. Drekken, ja. In Nederland mag je niet zeggen honger. Dat hebben ze alleen in landen waarbij ze geëten hebben. Ja, honger is echt een extreem. Als jullie met twee teams aan een touw trekken, is dat dan touwtje trek? Touw trekken. Oh, nee. Dat is ook trek. Trekken. Ja, klopt. Ja. Inderdaad, ja. Dit zijn de laatste twee. En nu gaat Celine eerst zeggen hoe wij het zeggen. En jullie moeten proberen raden wat het wil zeggen. Oké. Ik ben ervan overtuigd dat jullie het niet gaan weten. Ambetant. Ambetant. Kan je het in een zin? Wacht, nee. Dat is stap 2. Eerst moeten jullie een beetje raden. Ambetant. Betalen? Nee. Ja, contant. Ambetant, ja. De manier waarop je... Contant schel. Nee. De manier waarop je het uitspreekt klinkt niet heel vrolijk of zo. Dus ik denk dat het negatiefs. Nee. Ja? Oké. Ja, maar ja. Zij is juffrouw geweest vroeger ook, hè? Dus... Ambetant. Ambetant. Vervelend? Ja. Correct. Ja. Iets negatiefs, ambetant, wat... Ja. Ja? Stiekem woord in België. Ja. Die is wel sterk. Ja, mooi. Oké. Oké, dus in een zin... Je bent echt weer ambetant. Ja. Je bent ambetant. Zit stil. Ja. Jij bent ambetant. Ja. Ambetant joggetje. Ambetant de kompel. Nee, maar dat was nonkel. Ambetant de nonkel. Tweede is plezant. Ja, plezant. Leuk. Plezier. Nee, plezant. Het is allemaal best wel plezant. Het is best wel plezant hier. Ja, dat is toch goed. Leuk. Ja, leuk. Ja, 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 zo. Ja. Die was te makkelijk. Die was te makkelijk. Andere. Ja. Een pronostiek. Oh. Nee, dat weet ik niet. Echt? Pronostiek? Nee. Oh, ik dacht dat jij jullie gevraagd had. Nee. Oh, dat was het misschien aan iemand anders. Zoals bij de creatorswedstrijd. Pronostiek. Nee, heb je mij gevraagd? En hebben jullie een idee, pronostiek? Pronostiek is wel politiek. Het heeft iets met voetbal te maken. Oh ja, dan moet je dit aan mij vragen. Een soort van rivalen? Nee. Oh, jullie weten het echt niet? Nee. Oké, stap 2 is in een zin. Wat is je pronostiek voor de wedstrijd? Oh, je voorspelling? Ja! Ik denk dat we maar in elkaar. Ik ook nog! Ja. Hebben jullie zo'n typisch Nederlands woord voor ons? Ik heb een woordje wat niet iedereen in Nederland ook kent. Ja, om de video af te sluiten. Oké. Okay. Een woord dat wij moeten raden. Koelkast? Frigo. Nee, ik heb één ding om zo meteen af te sluiten. Heel leuk, maar ik ben heel benieuwd. Want mama wist het ook niet. Ik weet of niet heel veel Nederlands het kennen. Tenminste, waar ik woon, opgegroeid ben wel. Wat betekent heuën? Wat? Heuën. Wacht, hoe schrijf je dat? Want ik ga daar binnen. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Het is echt typisch van waar ik vandaan kom. Heuën. In het zuiden, hè? Moet je dat zeggen? Zuid-Nederland? Nee. Midden. Oh. Klagen. Je moet niet zo zitten heulen. Klagen? Ja, heulen, zeuren, klagen. Ja. Oh. Ja. In Utrecht, maar je moet niet zo zitten heulen. Dat is echt zo'n oud woordje, een beetje. Wij zeggen ook soms zagen. Zagen. Ja, stop met zagen. Ja. Dat vind ik wel. Oké.
Patat? Patat of friet? Oh. Ja, friet. Dan moet je aan ons niet vragen, hè? Ja, dat moeten we aan jullie vragen. Oprecht, heel eerlijk, ook voor Nederlands friet, het klinkt wel mooier. Wat lelijk. Nou, maar heel eerlijk, maar, ik zeg altijd patat speciaal. Maar bij de snapper, dat zeggen meerdere, bij de snapper is het patat en bij de McDrive is het friet. Ja, Frans frietjes. Is het patat? Ja, meer. Ja, maar de dunne zijn meer frietjes. Ja, frietjes. Kijk, bij de McDonald's krijg je een soort, de meest neppe frietjes natuurlijk. Ja. Maar de Franse frietjes. Frans noem ik frietjes. En echt die patat, patat. Maar zeggen jullie dan ook, ja, je zegt Vlaamse friet, niet Vlaamse patat, hè? Vlaamse friet, die dikke... Ja, ja, friet. Ja, ja. Maar ze zeggen nooit patat. Nee, nooit. Hebben jullie dat gezegd? Nee, tegen aardappel zeggen we een patat. Ja. Oh. Ja. Anyways, ik denk dat we zo nog een aantal uur kunnen verder gaan. Bij de 30.000 likes komt er misschien wel een deel 2. Jullie bedankt om te kijken. Yes. Laat zeker weten in de reacties hoe jullie de woorden zeggen die we in de video gezegd hebben. Bedankt om te kijken. En wij zien jullie in de volgende video. Peace! Peace. En check zeker het kanaal van familie Lacap. En nog een video. Daar komt een leuke challenge binnenkort. Oh ja, wij gaan Nina een challenge opnemen met jullie voor Lacap Junior. Zeker kijken! Peace. Bye!